Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl op moederdag. Op de satellietfoto zien we veel bewolking en slechts een enkele opklaring. En uit die bewolking valt geregeld regen. Het is buigeregen, betekent dat het soms echt stevig kan regenen. En vijf minuten later is het dan weer wat rustiger. Maar een groot deel van de dag verloopt wel nat. De zon breekt slechts weinig door. En er kan bij een enkele bui ook hagel en onweer zitten. Maar die zijn in de minderheid. Het is een koele dag ook, 12 graden in het noorden, 13 à 14 graden in het binnenland en er staat veel wind met windstoten aan zee en op het IJsselmeer tot 80-85 km per uur. Vanavond neemt de buigheid iets af, maar helemaal droog wordt het niet en de zon breekt dan ook iets vaker door. Morgen zien we ook wat meer zonneschijn dan vandaag, maar neem de paraplu nog steeds mee, want ook dan is het weer ronduit wisselvallig weer bij temperaturen van 13 à 14 graden. In de loop van de dag neemt wel de wind af, en dat is een teken dat het beter weer wordt. En die weersverbetering zet dinsdag door. Dan vallen er vooral in de zuidelijke helft nog een paar buien. Verder schijnt overal geregeld de zon. Woensdag en donderdag is het dan vrijwel overal droog. En met zonnige perioden loopt dan de temperatuur iets op. Maar echt warm wordt het zeker nog niet. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.